Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we primeuren met Rudy. Hoi. Hey. Rudy? Hmm? Ik zie je over een komeet heen vliegen. Nee, dat ben ik. Hallo? Oh, jij bent de komeet. heb je de primeur? Ik heb nog geen primeurtje, maar ik ben druk op zoek. Want we moeten de LMG vinden. Nog steeds geen primeurtje, Rudy. Piet. Kom op, we zoeken hem zo hard, man. Ik heb hem één keer in mijn handen gehad. Eén keer maar. Maar ik vind wel ze maar heel veel blauwe shit, maar het is alleen maar een kruisboog en shotguns en dat soort dingen. Ja, yeah, ik een pistool. Moet ik die freaking doen. Pistool, baby. Hell yeah, man. We komen er wel, Duncan. Je moet gewoon blijven geloven, oké? Okay? Hey. Geloof in het hart van de kaarten. Blijf gehydrateerd, hè? Stay hydrated, kids. Rudy, er zijn Noordoost mensen gespot in het hoekhuis. In het hoekhuis? Ga je ze nu mij pushen? Assisteren om ze te pushen? Ik ben eigenlijk nog aan het looten, man. Nee, maar Rudy, kom nou. Oké, kom er al. Wacht, even dit huis nog. Nee, Rudy. Oké, kom al, man. Ze komen me halen. Waar had ik de primeur hier wel liggen? Man, je hebt helemaal geen primeurtje. Niet liegen tegen. Ja, dat weet ik dus niet. Omdat ik het huis niet heb kunnen looten. Tankstation. Tankstation? Ja, hij gaat naar tankstation. Ik zie hem. 3, 2, 1. Ja, het zat wel in. Fuck. Wacht, dan pushen ze. Oh, ze hebben ons gezien, denk ik. Maar niet uit. Ik denk dat ze ons hebben. Hé, wat gooi je? Wacht, mag ik even pushen? Vind je dat erg? Nee, dat is fijn. There you go. Eentje gretchel. There you go. Knock. Ah, mijn sens. Oké, dank u. Lekker, Rudy-san. Hey, geen probleem, hè, makker. Oh, en een scar. En een. Oh. Ze hebben zoveel. Oh, en munitie. What? Hey, we hebben goed gepresteerd, mijn jongen. Dat was een mooie actie. Ja. Nog pumpen daaronder. Hey, ja, dat was lekker. Goeie actie. Welkom bij ons eerste potje. Het allereerste potje. Mogen we nu dan eindelijk gaan looten? Nu mogen we eindelijk gaan looten, Rudy. Je bent vrijgesteld. En nu mogen we lekker primeuren. Oké, jij pakt dat huis. Ik ga weer naar de blauwe huis. Dan gaan we primeur zoeken. Dan gaan we binnen. En dan gaan we ontbijten, oké? Sounds like a plan. Ja, we mogen niet eten voordat we hebben geprimeurd. Ja. Oh, dude. Oh, ja? Er staat hier iemand op de berg. Wat? Waar? De berg op East. Oh, die grote? Ja, oké. Maar ik zie hem niet. Oké. Ja, hij zat echt vet lijp te pieken. Hij ziet jou wel dus. Yep. Ik kan op zich in de berg op gaan. Oké. Wat? Ik stond er achter de boom! Ah, rot op, man. Kut, Rudy. Ik kom hier redden. Ja, man, hij staat echt solo. Gewoon vet op vier staat hij er. Pra! Oké. Nog even. Lekker dunken, Sam op! Ik heb je gered. Laat maar. Ik ga je niet redden. Ah, jawel, joh. Heeft hij een LMG? Oh, what the fuck? Volgens mij niet. Hij schiet wel echt alle kanten op. We zijn op, al verdwenen, mijn jongen. Waarom schiet hij door de muur heen? Oh nee, wacht, dat is mijn. Laat maar. Ik zie hem wel legit door de boom heen schieten. Hey, weet je, zijn details, hè? Ja, het zijn maar details. Ik zie hem nog steeds. Ja, ik zag hem wel net, maar nu opeens niet meer. Fuck. Oh, wauw, hij heeft een portafort geplaatst. Ik keek echt net even weg en toen hij achter een muur zat, stond er opeens een portafort. Maar hij zit nu erboven. Piek links bovenin. Dude, ik weet niet eens hoe ik dit fucking ga proberen neer te halen. Oh, ook nog aan de grond van de portafort. Holy shit, die hebben veel geraakt. 4 of 5 keer misschien wel. Oké. Ja, dit wordt een lastige. We kunnen... Ja, we kunnen de berg op. Pak een helm, man. We hebben sowieso nog even de cirkel wel. Ja, nee, dat klopt, maar... Dit is een lastige, though. Ze schieten niet meer echt terug, by the way. Nee. Zijn ze het healen? Ik heb eentje echt flink zijn shield eraf geschoten. We kunnen pushen met ramps. Ja, precies. En dan gewoon even, als we dichterbij is... Oh. Blijven springen, at all costs. Oké, wat? Bro. Ja, maar die hits zijn zo traag, man. Auw, mijn leven. Zeg maar, deze keer ging de kogel onder me heen. Ah, ze komen pushen. Tijd heb je wel, denk ik. Ja, oké. De domme zet van ze, maar gewoon meteen battle structure maken, oké? Fuck. Ik corrigeer hier de shit wel. Zitten ze nog op de berg? Eentje links op de berg? Ja, links, op dat lager stukje. Ja. Die hebben 3 keer geraakt nu? Voor 24 per hit. Ja, maar dat is een echt die andere zit nog bovenin, what the fuck. Maar waarom... Oké. Ja, we moeten dus of weer pushen, of... Ik ga even voor de high ground, toe. Ik heb 3 keer gehit, 1 headshot. Nice. Ah, ik ga naar boven. Fuck it. Via de andere cant. Via de verkeerde cant. Ik leid ze wel even af. Fuck, ik kan niet meer normaal springen. Oké. Okay. Oh god, oké. Nog een hit. Nog één hit. Oh my god, oké. Nog een hit. Hallo? Fuck, hij is eruit, achterkant. Oké, fuck, ik moet omlaag, man.
Ja, oh fuck, what the fuck. Oh ja, eentje nog, eentje nog. Lekker, lekker, lekker. Kun je die andere ook hebben? Denk het wel. Wacht even, ik zie hem alleen niet. Nice, dankjewel. Oh, okay, die heeft 28 HP, dus je moet echt wel hurryen. Ik weet niet of ik het red als ik een brug ga bouwen. Bouw een brug, Rudy. Oké, okay, coming in, fool. Come in. Dit moet lukken qua resources. Lukt net. Ik weet echt gewoon niet waar die laatste zit. Waarschijnlijk gewoon aan de footway structure ofzo. Ja, ergens onderin zeker, ja. Maar ik moet even zijn shit hebben. Wat die guy had gedropt. Ja, oeh, hij had een gouden scar en hem. Oké, okay, wacht. There we go. There we go. Oké. Okay. Oh, fuck, bij mij. Zuid. Nee. No! Oké, hij heeft me niet low. Kom maar, Rudy. Ik zag hem echt niet. Oh, mijn god, man. Oh, die chick rolt de berg af. Hey, pak jij de mini-pots? Dit moeten we even snel doen, want de borden komt. Ja, ik pak de chick wel. En dan zijn we oké. Okay, drinken meteen, denk ik. Allemaal. Ja, we hebben tijd. Minis. Dude, wat een fight. Zeg maar, ze waren niet eens echt goed of zo, maar dat is zo'n vervelende positie. Ja, precies. Dat was gewoon echt heel kut. Maar we hebben het overleefd. Ja. Hey, daar gaat het om, hè. Hey, Pleasant Park Berg overleefd. Wauw, echt what kut an meme. Amazing feat. Yo, heb je nog iets van bandages of zo? Of hadden zij dat? Nee, ik heb wel 3 medkits of zo gedropt. Maar die zijn beneden, als het goed is. I don't see him. Maar Rudy, shit. Shit, nee, ik zie ze niet. Man, zie ze echt niet? Heb ik genoeg materialen om boven te komen? Oh, het is boven. Of is het helemaal beneden? I don't remember. Het is hier. Ja, ik heb het. Oké, nice. Lekker, Rudy-san. We moeten helemaal naar Greasy Grove. Kawaii, desu. Helemaal kut. Oké, ik moet eerst even een ding poppen, anders red ik het niet. Alright. Oh shit, die is naar boven gebouwd, volgens mij. Oh ja, recht boven je staat hij. What the fuck? Maar hij heeft mij niet doorgehad, hij heeft mij niet door. Ik heb ze bang gemaakt. Oh, dus de AR haperde. Ja, ik heb geen bouwmens, man. Ik kan alleen maar de normale route omhoog nemen. Duncan, don't die! Eentje knocked. Anders zit onder me. Fuck! Oké, ik heb ze. Oh, nice. Oké. Okay. Ik heb letterlijk helemaal geen bouwmaterialen meer. Oh, wauw. Oké. Okay. Oh, wacht! Ik heb de primeur! De primeur! Yeah! Ik heb hem, Rudy. Ik heb hem. Oh, very nice. Zet hem in je thumbnail, snel. Ik zet hem in mijn... Hij is wel mooi in mijn thumbnail. Oh my god. Ik heb hem eindelijk, jongens. Holy shit. Nu kunnen we eindelijk normaal winnen. Wacht, moet ik hem in mijn AR-slot doen, denk je? Ja, dat was slimmer, Ja. Ik heb ook nog Porterforts en snipers hier, dus als je het nog nodig hebt. Porterfort is denk ik wel handig. Ja, precies. Voor als we gewoon even snel high ground nodig hebben. Ik zit alleen even te denken van, wat ga ik ervoor in ruilen? Ja, echt hoor. Maar moeten we echt nu op naar de Porterfort? Wat doe ik maar, met de Porterfort? Neem de Porterfort mee, Rudy. Waarvoor? Voor bandages. SMG? Ik heb bandages. Oké, fuck it. Ik heb een medkit hier laten liggen. Goed, Rudy. Ja, man. Ik heb de Porterfort. Dat doen we het voor. Ja, oké. Okay. Weet je, op zich is het wel handig voor de... Dude, ik ben zo benieuwd hoe die schiet. Hij heeft dus 100 clip, maar dat wisten we al. Mm-hmm. En hij schiet medium bullets, dat wisten we ook al. Maar ik ben heel erg benieuwd naar de accuracy van deze gun. Ja, ik ook. Zal je maar zien trouwens dat we gewoon dadelijk worden gesniped vanaf een berg en dat ik gewoon instant dood ben. En niet eens mee heb kunnen schieten. Wat zo fucked up. Het zijn wel weer vage potjes qua hit registratie en zo. Ja, ik bedoel, die fight daarnet had ik zeg maar wel een goede battle. Ik had wel 1 keer 7 damage gedaan met de blauwe tactical, maar ik schoot volgens mij ook best wel scheef. Ja, maar ik bedoelde meer van wat er gebeurde voor die fight. En ik 2 keer gesniped werd terwijl ik niet geraakt werd. Ja, ik dacht ook dat die zeg maar door mijn muur heen schoot, maar dat bleek dus wel mijn structure te zijn, zeg maar, die ik nog kon plaatsen, zeg maar. Door op 200, by the way. Crate op vlakbij. Waar moeten we heen? Fuck. Zullen we gewoon hier het terrein gaan? Kunnen hier mensen binnen zitten, dus... Er zit wel een toren op Zuid. Daar wil ik niet echt naartoe. Maar we kunnen hem neerhalen met de nieuwe LMG. En de oude SMG. Dat is wel waar. En de Porterfort. Yo, dat kan trouwens wel. Als je een Porterfort in een gebouw plaatst, dan verdwijnt dus gewoon letterlijk het hele dak van de Porterfort. Of door de Porterfort. Oh, really? Ja, dus je kan dus ook zomaar structures echt wegmaaien ermee. Dus als je naast een toren zo'n ding plaatst. Ja. Korte schoot op 120 of zo. Achter de heuvels. Ja. Yeah. En we moeten naar Zuidwest. Oké. Ja, maar eerlijk, wat heb je dan nog aan C4? Als je dan gewoon toch een fort infiltreert en dan gewoon je Porterfort neerpompt. Ja, en als je dan vanaf daar gelijk gaat bouwen ook, dan kan je heel makkelijk high ground pakken. Oeh, wat ligt daar voor goud? Minishield en een bolt sniper. Bolt.
Babbidi-babbidi-bee. Die gun en de minis wel mee trouwens. Alright, where do we go, where do we go, where do we go? Ik weet niet of er iemand in die toren zit, ik zie letterlijk... Ja, daar zit iemand in. Oké. Okay. 100%. Ja, ik zie hem ook. Kunnen we hem neerschieten met het ding, denk je? Of moeten we eerst... Als jij LMG... Oh, oh. Oh, ja, ik zie het al. Hij heeft er ook een. Oh my god. Oh my god, die accuracy is wel echt bagger. In ieder geval, het is minigun-achtig voor mijn gevoel. Oké, ik ga naar boven. Maar volgens mij doe je fucking veel damage. Ik moet even reloaden. Slow reload time. Be prepared. Oké, kom eraan. Dat is een stationeer. Hij valt. Ik kom eraan, Rudy. Ik ga pushen nu. 47 damage. You good. Bra. Heb je hem? Ah, nice. Lekker. Cookie, man. Mini shields hier en medkit. Yo, nog 4 alive. Dus we komen met de laatste battle. Ja, daar gaan we dan, hè. Daar gaan we dan. Heb je nog minis nodig? 3 keer raden waar ze zitten. Ja, echt. Een ballon. Oh, de LMG primeur. Oh my god. Zal ik hem 2 LMG primeurtjes? Vraagteken, uitroepteken. Ja, maar moeten we wel even thumbnailen. Moet je even dadelijk bij me komen staan, oké? Ja, 2 John Wicks met de LMG. Ja, dat is fucking vet, ouwe. There you go. Dankjewel, Rudy. Hey, graag gedaan, hè. Dankjewel. Alles voor jou, hè, makker. Hey, dankjewel. Yo, ik ga even een medkit hier innemen. Ja, is goed. Ik heb trouwens geen healing... ik had een medkit ingenomen trouwens. No! Sorry, jullie. Hey, weet je? Ik pak wel een nieuwe, hè. Ja, ik denk echt op 106 ergens. Oeh, growth shield potion. De heavy blip. Ik heb de paarse tactical of heavy shotgun, dus ik kan ook heavy gaan. Dude, ik heb... Mijn inventory is echt fucking goud. Paars, blauw, petro. Mijn inventory is echt gewoon minder dan die van jou, omdat ik niet opneem. Hey, maar weet je, dan kom je wel bovenaan in de beschrijving. Ah ja, dat klopt wel, hè. By the way, die mensen, als ze op E zitten, dan moeten ze nu komen pushen. Ik gok... Oh ja, bij Greasy. Ik heb goed gegokt bij Greasy. Ah ja. Eentje genokt. Oh, lekker. Oh, maar we moeten de laatste nu wel killen. Met de LMG. Ja, oké, I'm ready. Waar zit hij? Hij gaat er één. Wacht. Ik heb 1 keer daar. First shot accuracy, hè? Het is een ding. Oh my god, oh nee, dat meen je. Fuck, ik maai die bomen weg, man. Oké, ja, maai jij even alles weg. Oh, die accuracy, dude. Dude, holy shit. Die accuracy is zo insane. Hij wordt wel echt heel stabiel na een tijdje. Hij zit achter een muurtje bij Greasy. Zie je hem? Zullen we hem ook gewoon pushen met de LMG? Is dat slim? Gewoon dubbel Arnold Schwarzenegger. Ja, echt hoor. Get to the chopper! Oh my god. Ja, ik ben bezig, ik ga pushen. Ik heb hem 0 keer geraakt. Oh, ik ben bezig. Hij kan nog maar 200 kogels, Rudy. I don't know what to do. Op een gegeven moment is zijn hout op, weet je. Hij gaat naar de crate toe. Wacht, ik kan hem 1 keer raken. There we go. Hij is low. Hij heeft direct AP. Oh my god, maar dit is wel echt heel erg, Rudy. Yo, maar is de minigun niet veel beter qua damage? Even eerlijk. I don't know. Volgens mij doet hij meer damage dan een minigun. Omdat hij beter kills heeft. Oh, plaats hem. Doe het. Op het heuveltje. Waar moet ik hem op plaatsen? Op de crate. Doe het. Oh, fuck. Ik heb een kill. What the fuck? Oh, what? Wat was dat? I don't know, man. Ah, hij zit hier. Waar zit hij? Oh, hier. Go! Got him! There you go, man. Wow, wat een game. Very nice. Dude, I approve over deze gun. Hij is niet te OP, hij is balanced. I like it. Ja, maar zou je hem meenemen? Ik zou hem niet... Ja, misschien als hij epic is. De paarse. Misschien is die wat beter. I don't know. Ja. De damage was wel... trouwens. De damage is wel laag, maar je kan veel kogels schieten natuurlijk. Mm-hmm. Inderdaad. Precies. Bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Doe natuurlijk even een duim omhoog. Check mij en Rudy even daar een andere Fortnite video. En primeurs, jongens. Later.